meter is. Opzak. Bootje erin. Die is te groot. Ja. Oh. Dit is te groot. Die is 15. Dat vond ik zo mooi. Dan leg ik nog wel 10 mee. Oh, wat zit hier al bij? Ja. Ja.
Ik haal het even uit de koeling hoor, ogenblik. Nou, het zijn precies mijn woorden. Gezelligheid weer, hè? Ja. Ik heb begrepen vanmorgen, na wat informatie ingewonnen hebbende, dat de vogel dit jaar van perfecte kwaliteit is. Dus we gaan zeker voor minimaal 3 rondes. Wij zijn toch in het klein hier in Wangersveld wel bezig om wat samen te brengen. Ja, dat betekent dat we druk mee bezig zijn om buiten deze Koningsdag ook nog een andere keer in het jaar een kleedjesmarkt, annex vrijmarkt te organiseren. Wij willen weer proberen het leven wat dat betreft ook in Wangersveld weer terug te krijgen tijdens de augustusfeestweek. Daar zijn we mee bezig in een heel klein comité. Ik heb me daar eigenlijk op afstand bij aangesloten. Maar we gaan het wel proberen. Maar dan weet u dat pas. Mocht u mij nog een keer tegenkomen in het gemeentehuis, betekent dat dat we bezig zijn met een ander evenement. Ja? Of ik kom gewoon bij u een kopje koffie drinken. Dat mag ook, denk ik. U bent altijd van harte welkom. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het enorm toejuich dat er weer iets meer activiteit komt ook op andere momenten in het jaar in Barnsveld. Want we hadden in het zogenoemde evenementenbeleid rekening gehouden met een stuk of 5 echte evenementen in het hartje van het dorp Barnsveld. En dat is geleidelijk opgedroogd tot 3-2 hooguit. Dus daar is in principe ook ruimte. Helemaal geweldig om te horen. Wij zijn, en dat mag u best weten, tipje van de sluier oplichten voor de Wangerse bevolking. Wij zijn, en dat betekent de werkgroep van de kleedjesmarkt, ondergetekende in goede gesprekken gekomen met de dorpsraad. Daarvanuit moet de impuls komen en dat staat tenslotte ook in de statuten.
Daar ben je ook voor op de hoogte. He, dus we gaan dat echt wel aankleden. En toen ik die vijf evenementen aangaf in het dorpse Warnsveld, toen dacht ik bij mezelf, ach, u begrijpt precies hoe het werkt. En we gaan het oppakken. Mijn dank daarvoor. Nou, veel succes daarbij. En ik kom graag om daar ook misschien wel weer wat spulletjes in te slaan. Vandaag was het ook weer, zowel in Zutphen als in Warnsveld, heel druk op de kleedjesmarkt. Voor mij hebben mensen het best wel weer wat aardig omgezet. Terwijl je gaat altijd nog weer met meer terug naar huis dan je lief is. Yeah!